Abracadabra. Beste kerstman, ik ben een pop. En doe maar een Ferrari erbij ofzo. Groetjes, Talita. I'm all for Christmas. It's you. Hallo dames en heren, ik ben vandaag met... Ricardo. En wij gaan vandaag een derde aflevering maken van Vlogmas. Dus wij gaan allemaal dingen doen voor kerst vandaag. Hebben we er zin in? Ja, zin in. Zeker weten. Box houden. Box. Nou, geef even een like voor whisky, want hij is schattig als hij niet bijt. Maar ja, we gaan beginnen. Nou, we gaan dus uit marsepein gaan wij kerstfiguurtjes maken. Nou, ik heb een stuk platte gemaakt. Ik ga denk een sterretje uitproberen te maken, omdat het natuurlijk wel met kerst te maken heeft. Nou jongens, dit is mijn mislukte kerstster. Wat heb je allemaal gemaakt, Ricardo? Ik heb een visjes gemaakt en wat vuurwerk gemaakt. Dus ik heb iets wel moois gemaakt. Leuk. Ja, leuk hè? Nou, ik heb geprobeerd om een sneeuwkop te maken. Nou, hij is al gesmolten zoals jullie zien. En een sterretje. Voor de rest heb ik eigenlijk geen inspiratie. Gaan we het opeten, Ricardo? Onze creaties. Ik hou eigenlijk niet van marsepein, maar ik wil het toch een kans geven. Ik ga denk ik mijn sneeuwpoppetje pakken. Ik ga toch één stukje proeven, één stukje. Nou, eigenlijk lust ik geen marsepein, maar goed. Ik ook niet. Ik ben ook niet door een marsepein, maar ik ga het proberen. Oké, 2, 1. Nee, dat was geen succes, jongens. Haha, probeer het niet thuis. Lekker. Nou, hier heb ik wat kindervuur, hè? Ga deze maar doen. Officer van 70 centimeter, dat vinden wij wel leuk, toch? We gaan een ster aan, zeker kunnen aansnijden een ster. Als we voor die kaart houden, is heel gevaarlijk. Nee, nou, dames en heren, een prachtige ster. Een ster. Voor mij is net Harry Potter zo, man. Ja, echt Harry Potter. Brancadabra. Echt hè? Nou, dan gaan we nu een brief schrijven aan de kerstman. Beste kerstman, ik wil een pop. Ik wil een cd-speler. Ik wil een dvd. Dat wil ik allemaal hebben, kerstman. Oh, nou, dat is mooi. Ja, dat is mooi, hè? Nou, ik heb geschreven... Lieve kerstman, mijn naam is Talita en dit jaar wil ik graag een sexy en loyale man cadeau. Die worden niet meer gemaakt tegenwoordig. En doe maar een Ferrari erbij of zo. Groetjes, Talita. Ja, nou, dat is mijn... brief voor de kerstman. Ik hoop dat hij dit jaar mijn cadeautje wel gaat geven. Vorig jaar had ik ook zoiets, dat had hij dus niet. Nou, prachtig. Ja, prachtig hè. Wat zijn we toch lief voor de kerstman. Hopelijk hij ook voor ons. Ja, ik hoop het ook. High five, hebben we goed gedaan. High five, goed gedaan. Nou, het is vandaag 5 december, dus we gaan vandaag de 5e openmaken. En kijken wat erachter zit. Ah, dat is schattig. Dat is een beertje. Nou, Ricardo, jij krijgt mijn kerstcadeautje van vandaag. Dankjewel. Nou, Ricardo's lievelingsnummer van kerst is een heel bekend nummer. Ja. Maar we gaan hem toch even opzetten. Dan gaan we draaien. Ja, 3, 2, 1. Christmas! There is just one thing I need and I. And I. Jongens, ik ben een kerstman. Nu mijn nummertje. Oké. Okay. Nou, dit is een heel oud nummer, Ricardo, maar die vind ik echt heel mooi. Ah, die ken ik, ja, die ken ik. Ja.
Dat hebben we echt van die oude vibes, weet je wel. Daar hou ik echt van die oude muziek. Zoals jullie wel zien, heb ik hier ook een platenspeler. Dus ik hou echt van die oude dingetjes. Marilyn Monroe. En natuurlijk, vergeet de kerstboom, hè? Staat er ook. Ja, die is prachtig. Met de pietenmuts erop. Nou, dat is de mijne. Nou, dat waren dus twee mooie kerstliedjes. Wat vond je ervan, Ricardo? Ik vond het echt leuk. Echt ja, nou, dat was onze video voor vandaag. Ja. Like, share en subscribe voor meer. En als jullie Ricardo vaker willen zien, doe ook even een duimpje omhoog natuurlijk, hè? Ja. Hey. Bye bye. Rustig aan. Rustig aan.